Welkom bij weer een aflevering van het COVID-19 journaal. Medisch gezien, we hebben een toename van COVID. Als dat onveilig is, dan moet ik dat betitelen als te zijn zeer onveilig. Het land is in total lockdown wanneer u deze uitzending volgt. Dit is het COVID-19 journaal. Nu de total lockdown is begonnen, eerst nog wat belangrijke informatie van de politie. En als ik het heb over ordehandhaving, dan mag ik u aangeven dat ook dit weekend geldt dat de politie surveillerend bezig zal zijn. Ook zullen de bruggen, zoals de vorige keer was aangegeven, zullen worden afgesloten. En zeker zullen overtreders van deze lockdown worden opgehouden, zoals wij dat de vorige keer ook gedaan hebben. De politie zegt, ze zet zich in om zichtbaar te zijn en te blijven. Waar u zeker rekening moet houden dat de politie niet overal kan zijn, tegelijk. Wat dus betekent, mocht het zijn dat een burger een situatie waarneemt welke onacceptabel is in deze situatie, en zeker tijdens de lockdownuren, en daar heb ik het over vanaf vrijdag tot en met maandagmorgen, vrijdagavond, vanavond 8 uur, tot en met maandagmorgen, daar raad ik aan, eigenlijk vraag ik, verzoek ik de burger, laat de politie het weten. Wij hebben een alarmnummer, een 115 nummer, geef die melding door, zodat de politie erop af kan. De persoon wordt dus opgebracht, in die zin van dat de persoon van de openbare weg wordt gehaald. De persoon wordt gebracht naar een plaats waar de persoon zich kan ophouden totdat het lockdownuur voorbij is. En dan wordt de persoon heen gezonden. En wanneer ik zeg dat het lockdownuur voorbij is, dan kunt u allicht denken dat wij zeg maar een overtreder om 9 uur 's avonds bijvoorbeeld ophouden en zouden vasthouden tot maandagmorgen 5 uur. Nee, als wij een overtreder bij wijze van spreken om 9 uur hebben opgehouden, dan laten we die overtreder, breng die overtreder de nacht door op de plaats waar zeg maar, zoals waar wij nu zijn, de politieacademie. Maar we houden de persoon dan niet vast tot maandagmorgen 5 uur. Gaat het om een overtreder die op vrijdagavond 9 uur is opgehouden, dan houden we de persoon vast tot 5 uur of 6 uur in de ochtend. En dan wordt de persoon heen gezonden. De overtreder wordt heen gezonden met een briefje. Dat briefje geeft de persoon de gelegenheid, de overtreder de gelegenheid om via de kortste weg naar zijn huis te gaan. Mocht het zijn dat een politieambtenaar zo iemand tegenkomt met dat briefje, dan wordt de persoon aangezegd om echt via de kortste weg naar huis te gaan. Wat dus betekent dat je niet 2 en 3 uren lang met dat briefje kan rondrijden met het verhaal dat je onderweg bent naar huis. Dat gaat niet. In de afgelopen periode hebben we ongeveer bijna duizend mensen opgebracht. En dit is een van de locaties waar de mensen zich hebben opgehouden. Aan de voet van de brug te Komowene, daar zijn er ook mensen opgehouden. Eveneens zijn er mensen opgehouden te Nikeri. Dus wij gaan dat doordoen totdat wij het doel bereikt hebben. En het doel wat wij willen bereiken is dat het COVID-19 virus zo min mogelijk of helemaal niet door ons mensen zelf wordt verspreid. De politie probeert in elk geval in elk optreden mensvriendelijk te zijn. Ik wil aanvullen en aangeven dat deze locatie bijvoorbeeld, wanneer u hier wordt opgehouden, komt u netjes in de kou zitten. Op een iets wat harde stoel mag ik aangeven. En ik wil niet verzuimen om te vermelden dat er ook muggen in de hal zijn. Dus ik zou zeggen, laat het je niet overkomen om hier zonder een deken in de kou op een stoel te zitten terwijl je slaap hebt en ook nog muggen aanwezig zijn die heel graag aan je willen prikken. No other way. No one travasi. Het is niet anders. Met zo'n lockdown kunnen we een verdere verspreiding in één keer een heleboel verminderen. Vandaag belichten we de laatste stand van zaken
wat betreft COVID-19 in het boven Suriname gebied, waar helaas ook positieve COVID-gevallen genoteerd zijn. Algemeen directeur van de medische zending Herman Jinti is net terug van een missie naar dit gebied. Hij doet als eerst uit de doeken wat het boven Suriname gebied zo bijzonder maakt voor de medische zending, nu daar ook de eerste COVID-doden zijn te betreuren. Het gebied dat ik heb bezocht is het boven Suriname gebied. Dat is het gebied dat ligt tussen Douatra en zeg maar Kayana. Dat gebied is het boven Suriname gebied. En dit gebied, waarom dit gebied? Dit gebied is, heeft een aantal karakteristieken. Een van de zaken die daar spelen is één van de... Van het werkveld van de medische zending is dat het gebied met de meeste mensen, met de grootste populatie. Twee, het is ook het gebied met de meeste senioren burgers in het binnenland. Drie, het is het gebied met de meeste mensen in ons verzorgingsgebied met onderliggende factoren. En de onderliggende factoren, gezondheidsfactoren, onderliggende zaken zijn, daar hebben we de meeste mensen met hypertensie, diabetes mellitus en alle andere chronische ziekten die bij COVID van belang zijn. Net terug van de missie naar dit specifieke gebied doet Herman Jinti in het COVID-journaal verslag van wat hij daar heeft meegemaakt. Het heeft alles te maken met traditie en de rituelen die daarmee gepaard gaan. In het binnenland gelden volgens de topman bij de medische zending de traditionele uitvaarten en alles eromheen als zogeheten super spreading activity. Goede communicatie tussen medische zending, de lokale bevolking en het traditioneel gezag is belangrijk dan ooit om verdere escalatie te voorkomen en het COVID-19 gevaar te beteugelen. Dus we hebben van het gebied dat de medische zending verzorgt, hebben we in het boven Suriname gebied hebben we de eerste COVID-lijken gehad. Dat betekent dat in de afgelopen tijden we meer dan één lijk hebben gehad in dat gebied. We hebben tot nu toe 3 lijken gehad aan de boven Suriname en het is alarmerend, omdat van alle andere gebieden van de medische zending voor dat bezoek we geen lijken hebben gehad. Twee, er is een stijgende trend als het gaat om de COVID-positieve in dat gebied. En drie, het is een van de superspreading activities die wij hebben geïdentificeerd, en dat zijn begrafenissen en rituelen rondom begrafenissen, zijn toegenomen in dat gebied. Misschien omdat er veel meer lijken zijn in deze periode. Maar we hebben gemerkt dat inderdaad mensen die de dragers zijn van het virus, veel meer in dat gebied waren. Ze zijn getrokken vanuit Frans-Guyana, ze zijn getrokken vanuit de stad. Maar ook tussen de dorpen was er een grote movement van mensen. Vandaar dat het onze aandacht had. De missie hield in principe in vanwege de stijging van het aantal positieve in het gebied, is het normaal bij de medische zending dat we dus vanuit verschillende posities dat gebied gaan bezoeken. Vergeet niet, het werk van de medische zending is een dagelijks werk, dus dat betekent dat de structuren van de medische zending dagelijks in het gebied bezig zijn. Maar dit soort alarmerende situaties vragen van ons als leiding van de organisatie om op het hoogste niveau vertegenwoordigd te zijn in het gebied. We hebben dus een bezoek gebracht aan de Gramang, het traditioneel gezag en het personeel van de poli en daar waar nodig met de bevolking. Dus de missie was in principe een awareness missie. Eén, aan de ene kant om ook het traditioneel gezag die informatie te geven die nodig is om tot actie over te gaan. Omdat COVID, zoals u weet, heeft verschillende aspecten. Dus het heeft een medisch aspect en daar voelt de medische zending zich verantwoordelijk voor. Maar COVID en de wijze hoe we omgaan met COVID vraagt veel meer dan het medische. Dus vandaar dat de medische zending gezegd heeft van we gaan naar het traditioneel gezag en de bevolking, maar ook aan de andere kant ook fysiek aanwezig te zijn voor het poliepersoneel dat een heel moeilijke tijd meemaakt.
Kort samengevat, we hebben te maken met 1. De eerste COVID-lijken in boven Suriname. 2. Stijging aantal positieven in het gebied. En 3. Begrafenissen en rituelen eromheen gelden in deze gemeenschappen als superspreading activities. Eerder spraken we in het COVID-19-journaal van de medische zending ook Dr. Maureen Weygaarde van Dijk, die net als velen topprofessionals in onze zorgsector dag en nacht alles geven om de strijd tegen COVID-19 in Suriname beheersbaar te houden. Met de uitbraak van COVID-19 zijn we dan in het begin, toen het er nog niet was, hebben we de polies klaargemaakt om 1. Dat ze weten wat die nieuwe ziekte inhoudt, hoe het zich in de mens laat zien, wat voor verschijnselen het geeft, maar ook hoe het kan verspreiden, hoe het van mens tot mens kan gaan en belangrijk, hoe kan je dat voorkomen. 1, dat hebben we dus eerst, die training hebben we dus eerst gedaan met de gezondheidswerkers op de polies, dat zijn dus de artsen, de resortartsen en de gezondheidszorgassistenten, maar ook de polykliniekhulpen. En deze mensen zijn dan, waren toen dan in staat om in de dorpen dan die voorlichting te geven over de nieuwe ziekte, maar ook hoe kan je het voorkomen. Nu zijn we in een fase waarbij de epidemie zodanig in Suriname is dat het in de dorpen is. Wij zijn dan ook verder gegaan met die epidemie. We hebben mensen, onze gezondheidswerkers, getraind om in staat te zijn de screening te doen. Want als iemand komt met ziekte naar de poli, dat we in staat zijn om te kijken van, is het misschien COVID? Ja? Hebt u iemand ontmoet? Isabitaka op COVID, want attest. Is dat ook, of heb je verschijnselen, ik is korsu, of askine vierboom, of inomantismoro, je kan niet meer ruiken. Dus die verschijnselen. En als die persoon die verschijnselen niet heeft gehad, dat contact is niet geweest, dan kan die normaal de poli binnenkomen. Dit was het voor wat betreft deze aflevering van het COVID-19-journaal. Vergeet niet u te houden aan de regels. U weet het, handhygiëne, wear je mondkap, afstand 1,5 meter, nogo bosu bosu nanga fifi mang, isabi toch niet meer dan 5 mensen. Laten wij als Rana Mangs COVID-19 de baas zijn. Bradangasa, metakti de nanga yu. We shitak a corona esla ome zich heen. Tana oso. Was je anu minstens 20 seconden na een stromend water of desinfecteer je anu. Je gedrag gaat je gezin in big probleem. Tana oso me begi u. Deze en de, ik heb ik hier nu toe, tabi o tabo oso. En aan de van noodu, en nou was er niet habita, ik moest go do a stati, no de IPC. Mis habita hier nu toe, die fast voor ugoentie olive in makan die kousee, utapisi tanyang tawai kuse weso gadun be yu manono de wa koni se no e ande fa no do te telefono e bel di se di oto asu ande fi go ne tufu te ko an pisi te isi kia fi wai kumu tu dao no usa libi makandi baka usa nyang wai kuse makandi baka manono de wasa duen fudia ude sota e o duen hi un tu wo siki no gantangin begi unu e ande fa no do. Não, deu, deu, pisse, não, só uma face, uau, pisse.